Goedemorgen, dit is het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Veel bewolking boven Nederland en omgeving. Vandaag gaan we de zon dus niet heel veel zien. Maar in het westen en zuidwesten is de bewolking wat dunner... en daar komt de zon misschien vanmiddag wel wat vaker tevoorschijn. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog... en in het noordoosten valt nog wat lichte regen of motregen... en de temperaturen die liggen tussen de 12 en de 14 graden... Vanmiddag verandert er aan het weerbeeld weinig. Misschien dat in het zuiden en zuidwesten de zon af en toe te zien is. En de temperatuur loopt op naar zo'n 17 tot lokaal 20 graden. Met daarbij een meest matige wind uit het noordwesten. Vanavond wordt het dan geleidelijk overal droog. De opklaringen breiden zich geleidelijk aan over het land uit. Maar veel zijn het er nog niet. Het blijft wel lang zacht met een graad of 17. Morgen zien we de zon wat vaker. Met name in de middag. Het blijft overal droog. En bij een meest matige noordenwind wordt het 20 tot 23 graden. In de dagen daarna dan gaat het geleidelijk nog wat warmer worden. Dinsdag kan het in het zuidoosten al 25 graden worden. En vanaf woensdag, met veel zonneschijn, wordt het op veel plaatsen al zomers warm. Met na woensdag steeds hogere temperaturen. Want kijk, donderdag lokaal al 28 graden. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl.